dat je kijkt naar het allereerste Wat Athlete journaal. Iedere maand komt er een nieuw journaal online staan waarin we terugkijken op de afgelopen maand en waarin we vooruitkijken op de komende maand. In deze allereerste aflevering gaan we vooruitkijken op heel 2017. Welke wedstrijden komen eraan en wat staat ons allemaal te wachten? Laten we beginnen bij de Tijgermond Series. Net als vorig jaar bestaat de Tijgermond Series weer uit 3 kwalificatieweken en 3 competitiedagen. De eerste 2 competitiedagen zullen dit jaar plaatsvinden in Autotron Rosmalen. En de laatste competitiedag gaat zelfs plaatsvinden in de Brabanthallen. De eerste kwalificatieweek is al deze maand, namelijk van 18 tot en met 25 januari. De qualifier kan je weer gewoon in je eigen box doen. Iets nieuws dit jaar is dat je ook mee kan doen in een skilled categorie. Zo kan dus eigenlijk iedereen uit je box meedoen aan de Tijgermond Series. Niet alleen de Tijgermond Series is enorm gegroeid dit jaar, ook de Beach Throwdown. De finale van de Beach Throwdown gaat plaatsvinden op 1 en 2 juli in de Heek Beach Stadium. Super vet natuurlijk! Ook de CrossFit Games verhuizen van locatie. De afgelopen 3 jaar vonden de CrossFit Games plaats in Carson, Californië. Dit jaar zal de CrossFit Games plaatsvinden in Madison van 1 tot en met 6 augustus. Net als voorgaande jaren bestaat de CrossFit Open weer uit 5 weken. De eerste week is van 23 tot en met 27 februari. De CrossFit Open is voor velen dé competitie waarin ze zich kunnen vergelijken met Nederland, met Europa en zelfs de rest van de wereld. De regionals zullen dit jaar net als vorig jaar weer gaan plaatsvinden in Madrid, van 2 tot en met 4 juni. Na de CrossFit Games is het altijd weer tijd voor de Lowlands Throwdown. Waar de Lowlands Throwdown finale dit jaar zal plaatsvinden is nog niet bekend. Ook de exacte data die zijn nog niet bekend. Op de website staat wel vermeld dat de qualifier in september zal gaan plaatsvinden. Maar voor de rest is dat dus nog eventjes afwachten. En dan nog meer CrossFit nieuws. Je kan er haast niet omheen. De nieuwste Reebok Nano 7.0 is van de week gelanceerd. Nou, ik vind hem er weer super vet uitzien. Het is natuurlijk nog wel even afwachten hoe de nieuwste Nano zit tijdens een workout. Nou, ik ben super benieuwd. Heb jij nou al de nieuwe Reebok Nano 7.0? Laat dan vooral in de comments een berichtje achter waarin jij ons vertelt hoe jij de nieuwste Nano vindt zitten. Ik ben reuze benieuwd en ik verwacht jullie ook. Deze maand zal ook de nieuwste Nike Metcon uitkomen, namelijk de Nike Metcon 3. Hij is al wel te verkrijgen als je hem zelf gaat customizen, maar voor de rest nog niet. En dat komt deze maand. Houd dus de Nike website goed in de gaten. Daarnaast lanceert ook Adidas zijn allereerste CrossFit schoen. En als het goed is, is dat ook deze maand. We gaan weer terug naar de wedstrijden, want welke wedstrijden staan er allemaal op de agenda in januari? Als allereerst is op 15 januari de finale van de Battle of the North in Groningen. Van 18 tot en met 25 januari is de eerste kwalificatieweek van de Tijgermond Series. Die kan je gewoon in je eigen box doen. Op 21 januari is zowel de Masters Throwdown als de Teens Throwdown in Amersfoort. En als laatste deze maand, op 29 januari, is het Unscared Strength Fest. Natuurlijk bij CrossFit Unscared. Dit was de allereerste Wat Athlete journaal. Vond je het nou een leuke video? Druk dan vooral op het duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal Wat Athlete, zodat je geen één journaal meer hoeft te missen. En natuurlijk ook alle andere CrossFit video's niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.